Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 27 maart. Het is weer prachtig weer in Nederland en op de satellietfoto kunnen we dat ook goed zien. Er is geen bewolking te vinden boven Nederland. Boven de Noordzee, daar zien we wel een lage bewolking. En vanochtend vroeg was er ook lage bewolking in het noorden van het land. En de kans is aanwezig dat vanavond en met name vannacht die lage bewolking weer een klein beetje komt afzakken. En dat morgen opnieuw het noorden van het land eerst met die lage bewolking krijgt te maken. Maar geleidelijk aan trekt die bewolking dan weer weg. En dan wordt het best een aardige dag morgen. Of een best een aardige dag. Het wordt gewoon een hele mooie dag. Met hoge temperaturen ook. Vandaag loopt het kwik ook aardig op. Het is zo'n 17 graden vanmiddag in het zuidoosten van het land, maar morgen dan kan het lokaal 20 graden gaan worden en u zag het al gebeuren. Er kunnen morgen in de middag wel ook een paar buien gaan vallen. En die buien die vallen dan met name in het zuiden van het land aan het eind van de middag begin van de avond en er is een kleine kans op onweer. Ja, vanavond en vannacht is het dus gewoon helder. Met temperaturen die zo rond de 8 graden liggen. Vanavond tijdens zonsondergang. Er waait een zwakke tot matige Zuidoostenwind. En vannacht daalt het kwik dan verder naar zo'n 2 tot 7 graden. Best wel grote verschillen in het land. In het noorden is weer kans op die lage bewolking. En kan het ook wat nevelig worden. En vannacht is de wind dan nog wel uit het Zuidoosten. Morgen dan draait de wind naar het Zuidwesten. En dan gaat die temperatuur flink oplopen. Het wordt zo 16 tot 17 graden. Aan zee tot 19, lokaal 20 graden in het zuidoosten van het land. En zoals gezegd, er zijn flinke zonnige perioden. Maar in de middag ontstaan er wel stapelwolken. En in het zuiden kan er dan hier en daar een enkele bui vallen. Ik verwacht er niet al te veel van. Maar als er een buitenontwikkeling komt, dan is het wel een stevige bui. Woensdag toch echt wel een wat anders weerbeeld. We kunnen zelfs spreken van een dipje, want er is veel bewolking. En er kan af en toe een licht buitje vallen. Het kaartje ziet er misschien wat dramatisch uit, maar hier en daar een enkel buitje is wel mogelijk. De droge periode die zullen absoluut overheersen. En op veel plaatsen blijft het ook gewoon de hele dag droog, maar wel dus meer bewolking. Ook donderdag is er vrij veel bewolking aanwezig, maar het is met name hoge bewolking. En ik verwacht dat de zon daar ook best goed doorheen gaat komen. De aangevoerde lucht die wordt nog wat warmer. En het kan dan smiddags zo'n 20 graden worden in Brabant-Limburg, maar waarschijnlijk ook nog wel in Utrecht en in Gelderland. Vrijdag dat wordt de warmste dag van de week. Dan kan de temperatuur aan de oostgrens zelfs oplopen naar zo'n 21 graden. Overdag zijn de perioden met zon. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En in de avond gaan er dan een aantal buien vallen. En dan is er ook kans op onweer. En dat is dan eigenlijk het begin van een wat minder zachte periode. In het weekend is het dan ook wat wisselvalliger. Met temperaturen tussen de 13 en de 15 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.